Tijdens de bestuurskundeweek is op donderdag 17 februari 2022 stilgestaan bij het bestuur in tijd van crisis. Met name het politiek bestuur wereldwijd als ook het financieel-economisch openbaar bestuur. Professor Jack Menke en econoom Winston Ramotar Singh hebben bij deze gelegenheid presentaties verzorgd betreffende bestuur in tijd van crisis. Ik heb over de wereldpolitieke crisis gesproken. En daarbij gefocust op het oosten, Azië, tot de Verenigde Staten. Of het noorden, zeg Noordwest-Europa tot een beetje het zuiden, zeg Zuid-Amerika. Dat er toch een ernstige tendens is naar steeds meer autoritaire regimes. Ongeacht of het is de westerse politieke democratie of de meer socialistische vorm van democratie. En daarbij hebben we dus inderdaad gezien dat het boegbeeld van de westerse democratie, de Verenigde Staten, dat die in een hele diepe crisis is beland. En het belangrijkste moment was 2021, 6 januari, toen de presidentsverkiezingen hadden geleid tot de overwinning van Joe Biden. En de overdracht ging gepaard met het bestormen en het bezetten van het Amerikaans parlementsgebouw, het Capitool, door aanhangers van Trump, die, waar men zegt, zelf ook heeft aangestuurd op eigenlijk het huis van de bevolking, van de volksvertegenwoordigers, om dat te bestormen. Dus dat was een dieptepunt en dat geeft eigenlijk aan dat zelf in het land dat het boegbeeld was van de westerse democratie en de vrijheden, dat eigenlijk ze zo diep waren gezonken. En dus dat proces heb ik eigenlijk geschetst, maar dat het dus wereldwijd zich afspeelt. En dan het tweede deel is ingegaan op hoe die negatieve tendens zich eigenlijk ook heeft genesteld in hele kleine landen als Suriname. En ik heb over diverse vormen van machtsuitoefening gesproken. Dus waaronder het consensusmodel, het autoritaire model tijdens het militair regime 80-87 en dus het populisme. En tenslotte heb ik dus gelet op de tendens die je hebt overal in de wereld. Dus geprobeerd om te schetsen van hoe we eruit zouden kunnen komen. Maar dat het vraagstuk van Suriname is dat ongeacht het beetje politiek bestuurlijk model, een beetje dus regimepopulisme, een beetje consensus wat we nu hebben, of autoritair, dat we één gemeenschappelijk ding hebben dat eigenlijk de hele fundering van de democratie in Suriname totaal verkeerd is gegroeid. Dat we overvol staatsapparaat hebben, dat inefficiënt is. En dat dat staatsapparaat steeds meer een bron is voor verrijking, in plaats van eigenlijk een bron om het land te sturen op duurzame ontwikkeling. Dat was het eigenlijk in een nutshell. De conclusie daarvan was eigenlijk wat u daarnet gezegd had? Ja, dus in die conclusie ben ik eigenlijk ingegaan op zaken als dat het populisme dat je hebt. Je hebt rechts- en linkspopulisme, je hebt het overal in de wereld. Je hebt het in de Verenigde Staten onder Trump gehad, je hebt het in Brazilië, Bolsonaro, je hebt het in Suriname gehad. Dat eigenlijk dat ook geen zoden aan de dijk legt. Weet je dus dat het populisme eigenlijk zorgt voor, niet-participatie. Het zorgt voor eigenlijk verkeerde beslissingen, dat eigenlijk de bevolking denkt dat je op basis van emotionele statements, van populistische leiders, dat we aan de juiste track zitten. Dus eigenlijk heb ik aangegeven dat ook consensusdemocratie, die met hetzelfde vraagstuk zit van een overvol staatsapparaat dat inefficiënt is en dat ons nooit op een ontwikkelingstrek heeft gebracht. En verder ook dus dat mismanagement van de vele staatsbedrijven en de overheid. En het continu altijd focussen op één product, een soort
gelukzoekersproduct. Eerst was het bauxiet, 1916 tot 2016. Weet je, dat heeft ook niet geleid tot duurzaamheid. Toen werd het weer goud. Weet je, dus goud in de 80er jaren. De herleving van de goudkoorts heeft ons ook niet op een duurzaam pad gebracht. En in tegendeel ook, weet je, dus het milieu vernietigd in het binnenland. En dan ook daarmee nieuwe, andere hulpbronnen die we nooit goed hebben benut. Ons bos, weet je, ons water. En ten derde dat ook dus die olieindustrie, eerst olieindustrie kleinschalig, dus vanuit het land. En nu de perspectieven voor olieindustrie vanuit de zee. Dat eigenlijk dat ook geen zoden aan de dijk gaat leggen. En dat we dus ons werkelijk moeten gaan bezinnen dat we politiek bestuurlijk orde op zaken stellen. En het hele staatsapparaat en het democratisch systeem gaan ordenen op een manier dat we eigenlijk zelf met onze diepe culturele waarden die we hebben vanuit de verschillende culturele groepen, dat we een model voor duurzaam politiek bestuur gaan vestigen. Nou, ik heb de nadruk gelegd over hoe je in deze crisis, de vierde crisis namelijk, hoe we erin staan, wat de mechanismen zijn die ons hierin hebben gebracht en vooral welke mechanismen ons hieruit gaan halen. En ik heb de stand van zaken belicht van wat doen we goed, de koers is stabiel al 7 maanden, maar er zijn een aantal dingen die we nog niet goed doen. De inflatie is nog steeds, het was 2 keer 60% en nog steeds voor 32% gepland, dus het is nog niet stabiel. En er is nog zeker geen sprake van dat we op het groeipad zitten, want de economie is nog met 3,5 verder gekrompen. Dus pas komend jaar verwachten we dat op basis van een aantal aannames dat die economie gaat groeien. Maar we moeten het nog realiseren. Dat klinkt mooi. Wat voor advies heeft u voor de PA-studenten die als het ware de toekomstige leiders zijn om te dealen met crisissen? Ik heb uitgelegd, goed openbaar bestuur omvat niet alleen de politiek, maar ook de hele ambtenarij eronder. En mensen die bestuurskunde studeren en bij de overheid of in de publieke sector terechtkomen, die moeten zich bekwamen in de economische aspecten ervan. Zodat ze betere bestuurders worden, of het nou ambtenaren zijn of als ze in de politiek gaan. Ze moeten wel een kwalitatieve verbetering kunnen aanbrengen. Want wat we tot nog toe hebben gehad, is dat de politiek ons gestuurd heeft vanaf de onafhankelijkheid van crisis naar crisis naar crisis. En we moeten nou ophouden met het duurzaam economisch openbaar bestuur hebben. Hartelijk dank, meneer.